De voetballers van SV Urk wonnen zelf in de hoofdklasse B dit weekend en zagen de concurrentie punten verspelen. Zo werden de Urkers een wedstrijd voor het eind van de competitie kampioen. Een scenario die niemand aan zag komen. Of toch wel? Ja, ik had eigenlijk wel gedacht. Ik had altijd gezegd, als we vandaag winnen zijn we kampioen. Volgende week gingen we sowieso niet verliezen. En Geene Muiden, Volendam hadden allebei een moeilijke pot vandaag uit. En dat heb je nu gezien. Die hebben allebei punten verloren. Ja, wij scoren, moet ik eerlijk zijn, wel een gelukkige goal. En ik denk ook niet dat we verdiend winnen. Maar winnen is winnen. En op dit moment zijn we gewoon kampioen. Urk speelt de laatste wedstrijd van de competitie volgende week tegen de ploeg die wekenlang de concurrent was om het kampioenschap, SC Geene Muiden. Ik hoorde de trainer van Geene Muiden donderdag ook weer in zijn interview heel druk zijn met Urk. En over de speelwijze van Urk. Maar wij gaan volgende week geen lange ballen spelen. En wij zouden geen kampioen worden volgens die mensen daar. Wij wonnen liever van Geene Muiden. Nou, volgende week zullen we in ieder geval geen lange ballen gaan spelen. Het is voor ons nu een oefenwedstrijd. En ik moet zeggen, ik denk dat dat beter is. De Urken spelen volgend seizoen in de derde divisie. De ploeg moet het dan zonder een paar ervaren spelers doen. Zo stopt William de Boer bijvoorbeeld. En ook Jan van Sloten zet er een punt achter. Van Sloten was dit seizoen lang geblesseerd en zag vanaf de zijkant hoe zijn ploeg kampioen werd. Ja, voor mij een heel beroerd seizoen, persoonlijk. Maar voor ons club zijn is dit fantastisch. En een jaar lang alles vanaf de zijkant zien, laat je veel meer genieten van spelers en van wat er gebeurt eromheen eigenlijk. Is dit misschien wel relaxter om het zo te doen of juist niet? Ik ben zelf heel slecht tegen spanningen. Dus ik sta liever echt aan die zijkant dan dat ik op die bank moet zitten op het veld. Je zei op een gegeven moment tegen mij in het seizoen, ik ben in de slotfase, als het om kampioenschap ben ik er weer bij. Ja. Dat is niet gelukt, hè? Nee, ik voel me wel weer eindelijk. Bij tweede dan om in te komen. En wie lang blijft dat goed gehaald. Maar ik ben liever nu kampioen dan volgende week, hoor. Nu derde divisie, maar wat ga jij doen? Ik stop, ja. Weet je dat zeker? Ja, dat weet ik wel zeker. Ja. Ben je niet overgehaald? Nee, ik ben niet overgehaald. Dat is niet te doen, nee. Ook topscorer van Urk, Hessel Snoek, stopt. Hij is ook niet over te halen. Waarom niet? Mooier, dat kun je nu niet meer snappen. Nou, hoe mooi is het om met Urk de derde divisie in te gaan? Ja, heel mooi, maar ik heb het een afscheid. En ik heb een afscheid om te nemen. En een afscheid, dat zie je. Mooier als dit krijgen ze niet meer. En de jongens mogen het volgend jaar doen in de derde divisie.